Welkom bij de online speluitleg van Halli Galli. Dit spectaculaire partiespel is leuk voor iedereen die tot vijf kan tellen. Halli Galli is niet alleen leuk en leerzaam voor kinderen, maar ook zeer geschikt voor volwassenen. Doel van het spel De spelers draaien om beurten een kaart om. Als er precies vijf dezelfde vruchten op tafel liggen, moeten de spelers zo snel mogelijk bellen. De speler die als eerste gebeld heeft, wint alle kaarten op tafel. Wie aan het einde van het spel de meeste kaarten heeft, wint het speelmateriaal. Leg de bel midden op tafel. Schud alle kaarten en geef iedere speler één voor één kaarten tot de stapel op is. Iedere speler legt zijn stapel gedekt voor zich neer. Nu kunnen we beginnen. Het spelverloop. Lisa draait de bovenste kaart van haar stapel om. Let op, de kaart moet van je afgedraaid worden. Na Lisa volgen de andere spelers met de klok mee. Als er precies vijf gelijke vruchten op tafel liggen, probeert iedereen zo snel mogelijk op de bel te drukken. Lisa drukt als eerste en krijgt alle kaarten op tafel. Deze gaan onder haar stapel. Omdat ze gewonnen heeft, mag Lisa de volgende ronde beginnen. Speciale situaties. Lotte heeft geen kaarten meer. Zij kan nu alleen nog maar het einde van het spel afwachten. Sanne drukt op de bel terwijl er niet precies vijf gelijke vruchten liggen. Zij moet nu voor straf de andere spelers een van haar eigen kaarten geven. Einde van het spel. Het spel is afgelopen als er nog maar twee spelers in het spel zijn. Zij spelen de betreffende ronde nog uit. Lisa heeft de meeste kaarten en wint. Altijd speelplezier met 999 Games.